Zo, dat is weer mooi schoon. Er staat iemand voor de deur. Ja, mevrouw. Moment. Herr Arlo. Goedendag. Uw zoons Max en Moritz hebben een grote mond aan mij gegeven en daar ben ik niet van gediend. U moet ze dus opvoeden. Wanneert, ik ga naar de politie. Kan er niet meer tegen. Geef ze mij een straf, want dat hebben ze verdiend. Al geeft u ze een jaar aan huisarrest, het maakt me niet uit. Nog één keer zo'n grote man van uw zoon zit ik zelfs met Saaf. Sorry, entschuldigung. Ik vraag ze meteen bij me. Max zoont Moritz. Kom hier, nu meteen. Jullie krijgen straf. Oh, waar zijn die jongens nou toch weer? Wow, nog iemand aan de deur. Hallo, mevrouw Schmetterling. Hier de parkwachter. Goedendag. Uw zoons Max en Moritz zijn echte boefjes. Ze hebben een hele park kapot gemaakt. Nee, dat kan niet. En daarom ga ik ze pakken. Ik ga ze bekeuren. Met mijn boefjes. Max en Moritz. Huh? Max en Moritz. 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 Max? Ja, Moritz? Hebben we vandaag weer goed werk verricht? Zeg dat wel, ja. Ja.